Stefan de Ziel van Jetstream en Streamzilla. We zien op mobiel een verdubbeling van de consumptie per jaar. Dus dat groeit echt heel hard. Ja, we zien dat on-demand meer op mobiel wordt geconsumeerd. Dat is altijd al zo geweest. Want mobiel is veel meer ad hoc. Ik wil nu even wat zien. Je gaat dus niet ergens voor zitten om iets live te ervaren op je mobiel. Aan de andere kant, je ziet ook dat heel veel mensen die tegenwoordig dus televisie kijken op hun iPad thuis, omdat ze dat via kabel of telecom aanbieden krijgen, is dat ze dus niet op de bank gaan zitten tv kijken, maar in de werkkamer of in de slaapkamer of zelfs op het toilet. Dat is gewoon live. Broadcasting was onhaalbaar voor bedrijven en voor mensen die wel wilden uitzenden en wel wilden communiceren met hun klanten via broadcasting of de grote media. Maar dat is nu veel toegankelijker geworden. Dus we zien dat heel veel andere partijen ook aan het produceren zijn. Dan heb je het over bedrijven die gewoon een videoboodschap naar hun consument willen sturen. Of business to business, zien we ook heel veel. Neem banken die gewoon via video communiceren met hun achterban. Of met analisten, of met consumenten, of investeerders, of spaarders. En er wordt heel veel video gebruikt. Want een videoboodschap komt veel mooier over dan een website of een tekstboodschap. De productiekosten zijn natuurlijk extreem laag gegaan de laatste 10 jaar. Niet alleen de hobbyproducenten, zeg maar, die hebben veel toegankelijke technologie gekregen. Maar ook in de broadcastingwereld is productie gewoon veel goedkoper geworden. De uurtarieven, ja, die staan onder druk. De marges staan onder druk. Apparatuur is goedkoop geworden. Ik ben nu 18 jaar bezig met streaming. En na 18 jaar kun je nog steeds niet concluderen dat we met streaming zover zijn als met digitale televisie. En dat frustreert. We kunnen zeker niet de aantallen aan. Je kan niet zeggen, 6 miljoen toestellen, zet dat maar aan en ga maar kijken. Dat kan gewoon niet over het internet. Bij 150.000 houdt het gewoon op. Dan loopt het gewoon vol. Althans op de manier waarop het nu gaat. Je moet je ook afvragen of het internet ook werkelijk daarvoor inzetbaar is. Hè? Of je daarvoor moet gebruiken. Maar voor video on demand is het echt perfect. Video on demand heeft niet die zware lood. Dus je kan heel veel mensen tegelijk laten kijken. Dat past ook meer bij het principe van internet. Ik wil nu iets zien. Ik wil nu bediend worden. Ik wil niet wachten tot iemand mij iets voorschotelt. Het internet is nu veel geschikter voor niches, voor video on demand, voor dat soort zaken. En digitale televisie is gewoon veel geschikter voor massa, volume, lineair uitspelen. En dat zal ook altijd wel zo blijven. Ik denk dat het grootste risico en de grootste bedreiging voor mediabedrijven in het algemeen is dat die Nederlandse markt is maar 16, 17 miljoen mensen. En die markt gaat heel hard open. Vroeger was het vrij besloten. Je kon er maar zoveel kanalen op Ziggo of UPC of KPN. En voordat je de markt opkomt, moet je eerst een deal met ze sluiten. Maar goed, die consument die gaat net zo hard nu naar Apple of naar Google en wie dan ook. En die distribueren altijd materiaal gewoon over het internet. Dus die markt gaat open. En ik weet heel zeker, die adverteerders volgen dat ook. En als een consument goedkoop en makkelijk en laagdrempelig dus die content bij een Apple of een Google of wie dan ook maar kan krijgen, dan lopen ze net hard over. Dan gaat ook de adverteerder mee. Mijn advies is, richt je niet op die Nederlandse markt, ga ook naar het buitenland toe. Kijk vooral naar die markt, want dat is een markt, ja, hoe groot is dat? Dat is 7 miljard mensen geloof ik tegenwoordig. Dus ga naar Azië, ga naar Zuid-Amerika. Probeer daar dan je contentdiensten aan te gaan bieden. En Nederland als proeftuin gebruiken, want Nederland staat heel erg open voor leuke nieuwe content en leuke dingen. Die zijn overmatig actief op internet en ook op social media. Dus als je die kan bereiken en die kan activeren, dan kan je het hele model zo ineens 10 keer zo groot in een ander land neerzetten. Als je producties maakt en je wil geld verdienen met advertise content, dus met reclame, dan zie je dat er nu nog relatief heel veel geld naar print gaat. Meer dan dat er geconsumeerd wordt en nog veel te weinig naar mobiel. Dus de advertentiemarkt die zal een enorme ruk maken van advertise content van advertenties op drukwerk naar mobiel. En ik denk dat ze als een idioot dus moeten gaan nadenken van ook als de consument die kant op gaat en adverteerders gaan die kant op, moet je wel mee. Of je gaat de massa zoeken en je zoekt een grote doelgroep en dan schiet je met hagel met adverteerders op die doelgroep. Dat doe je voor wasmachines, wasmiddelen en dat soort spul. Of je gaat een specifieke niche opzoeken. En ik gebruik altijd dat voorbeeld van die duivenmelkers. Dat is niet het meest interessante onderwerp voor de meeste mensen. Maar als er in Nederland een paar duizend man zijn, dan zijn er over de hele wereld 10.000, misschien wel 100.000 mensen geïnteresseerd in zo'n hobby. Nou, als je daar televisie voor kan maken of een wekelijks programma of wat dan ook maar waar je die mensen mee bereikt. En als je ze bereikt en kunt vasthouden, weet ik zeker dat er adverteerders zijn die dat interessant vinden en dus een premium bedrag willen betalen om heel specifiek die doelgroep te vinden. Nou, en ik denk dat
televisie ook heel veel daarmee gaat samenvoegen met die social media. Want die social media, ze doen maar één ding eigenlijk. Hè? Ik was vorig jaar in San Francisco. Het enige waar investeerders geïnteresseerd in waren, was data mining. Dus big data noemden ze dat. Van, zorg maar dat je een dienst in de markt zet waar heel veel consumenten gratis gebruik van maken. En al die data van de consumenten, waar ze zijn, wat ze doen, waar ze over praten, met wie ze geconnect zijn. Alles verzamelen en dat aan adverteerders verkopen. En dat is voor video natuurlijk heel relevant.